We zijn hier op de Nationale Appelplukdag. We geven hier consumenten de mogelijkheid om zelf appels te plukken. Maar dat niet alleen. We proberen mensen eigenlijk met een trein door onze boomgaten te brengen of te leiden. En daar leggen wij ze eigenlijk stap voor stap uit wat wij hier doen. Wat houdt het nou eigenlijk in, appeltelen? Wat komt er bij kijken? Is het gewoon een boom en daar komen appels aan? Of is er eigenlijk veel meer bij nodig? Dat is een beetje kennis overdragen aan de consument. En dan geven we de mensen een keer de kans om zelf hun appels te plukken. Dan lopen we met ze mee en dan laten we zien hoe dat dan gaat, appels plukken. En vooral voor de kinderen is het erg leuk, want ja, die krijgen niet vaak de mogelijkheid om in zijn boom uit te kijken. Een appel. Die moet je dus niet... Ja, deze laat nou wel los. Maar je moet ze dus eigenlijk altijd ietsje omhoog knikken en dan breekt het steeltje op de juiste plaats af. Je moet er geen kracht achter zetten, want anders krijg je beschadigingen. Dus heel zachtjes vastpakken en iets omhoog en dan heb je hem. Welke tas maak je? Peter Oostveen, fruitteler in Nieuwendijk. Samen met nog twee broers en twee neven doen wij appels, peren en kersen telen. Nou, specifiek appelteelt, wij telen eigenlijk twee hoofdrassen, de Elshart en de Junemi. Elshart is ons eigen ras, daar hebben we kwekersrecht op gekregen. En die appel die onderscheidt zich van andere appels, doordat hij wat frisser en zuurder is dan een gewone Elstar. En hij heeft nog een hele bijzondere eigenschap. Mensen die een lichte appelallergie hebben, die kunnen die appel wel eten. Dus we hebben heel veel klanten in onze winkels die speciaal voor die appel komen, omdat die mensen daar wel tegen kunnen.